Groen is wel gevoelig in KV Mechelen. Er zijn twee clubs in Mechelen. KV Mechelen en Racing Mechelen. En Racing Mechelen is groen. En wij zijn rood-geel. En die komen totaal niet overeen. Ik herinner me nog bij de fandag op KV Mechelen werd er vuurwerk afgestoken en er zit dan een rode pijl tussen en een gele pijl. Maar als er een groene pijl tussen komt, dan is het wel boegeroep. Wouter Biebouw, doelman bij KV Mechelen. Studeerde marketing aan de Kato. Ik denk van mijn 6 jaar dat ik voetbal speel, aangesloten ben bij een club. En ik heb eigenlijk zelf met een bal geslapen totdat ik 16 jaar was, denk ik. Om 9 uur begint het ontbijt hier, vast ontbijt. Om 10 uur begint de eerste training dan. Van 10 tot 12 ongeveer. En om 1:15 is dat meestal middagmaal. En om 2:30 trainen we nog een tweede keer. En dan rond 5 uur kan ik hier vertrekken naar huis. Ben ik tegen rond 6 uur thuis. Dus. Het eerste uurtje zitten wij bij een keepertrainer. En dan hebben wij een aparte opwarming en aparte oefeningen. En dat is veelal vallen, rechtkomen, versnellingen, draaien. Een beetje van alles, ook voetenwerk met een bal. En dan gaan we bij de groep als de trainer ons nodig heeft voor een wedstrijdvorm of een afwerkvorm. No, het kan soms eenzaam zijn natuurlijk, hè, als je soms wedstrijden maar 1 of 2 ballen ziet. Als keeper, ja, het is leuk als je kunt beslissend zijn natuurlijk, maar je draagt natuurlijk wel een grotere verantwoordelijkheid. De druk is hoger bij een doelman, omdat je geen enkel fout mocht maken. Maar 2006 was toch heel speciaal voor mij, ja, die wedstrijd tegen Standaard. Dat was mijn tweede wedstrijd in eerste klasse. En als jongeling wil je het toch bewijzen. Je denkt er niet echt bij na wat dat voor Standaard kan zijn, kampioenspelen. Maar nu besef je pas wat dat eigenlijk is, kampioenspelen in eerste klasse. En besef ik dat dat voor hen een heel, heel pijnlijke zaak was om nog 0-0 te spelen op Roeselare, de voorlaatste wedstrijd van het kampioenschap, en zo de titel te verliezen. Ja, je ziet alles opnieuw voor je ogen natuurlijk. Dan een paar leraars dat ik direct zag in de gang. En de lokalen, de sfeer die hier hangt, is toch een beetje uniek. En directe flashbacks van vroeger. Hey, ballen verloren, hè? Ja, een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Blij van je weer te zien. Ja, ik ben blij van nog een keer terug te zijn. Ja? Het is super lang geleden. Ja. En in Mechelen? Ja, goed. Ja. Toffe stad, toffe club ook. Dus ik speel dat graag. Zeestien. Ja, echt heel tof. En hier de mensen die in de klas zaten? Ja, ik heb er nog nu en dan contact mee. Dus we zaten met een goede klas. Ik denk dat je dat ook kunt beamen. Absoluut. Het was dus heel Ja, ik zie er nog nu een drietal mensen van dat ik nu en dan een keer mee afspreek. Okay. En we spreken er altijd van een keer terug te keren naar hier. En nu is er een keer van gekomen. Ik ben van Deerlijk afkomstig, dus voor mij was dat de dichtstbijzijnde optie. En ik voetbalde toen in Roeselare. En voor mij waren dat die afstanden waren te overbruggen. Sommige lessen kon ik niet komen natuurlijk, dan trainen we in de namiddag of in de voormiddag. Maar mijn cursussen werden goed bijgehouden en de leraars waren enorm, enorm begrijpend. Dat is toch anders geweest dan een ander student. Hè. S'avonds ging ik hier niet tot 11, 12 uur in de café zitten, dan zat ik al in mijn bed. Dus het is anders geweest natuurlijk. Maar aan de andere kant heb ik ook en maak ik nu nog elke dag dingen mee waar dat een ander dan van droomt. Dus, het heeft voor- en nadeel natuurlijk. Hier zat dan een tafel, er was hier alleen maar een tafel in dat lokaal met een camera op. En dan kon de klas live volgen eigenlijk hoe dat je verkoopsgesprek deed. En dat werd beoordeeld op je verkoopsgesprek. Dat was eigenlijk wel redelijk stressie. Ja, dat werd ook op beoordeeld, dat kreeg je ook punten op. Dus we hebben daar eigenlijk een half jaar goed aan gewerkt aan dat verkoopsgesprek. En dat was eigenlijk de ultieme test of dat je eigenlijk kon geslaagd zijn van marketing of niet. Allee, dat werd zo bekeken, samen met je eindwerk. 2 keer per week ga ik nog naar de avondles, volg ik vastgoed in Contig dan, bij Sintra. En ik doe dat eigenlijk uit interesse en om toch een beetje bezig te blijven op intellectueel vlak, om niet alles zomaar weg te werpen. School is nu eigenlijk mijn enige hobby nog dat ik heb.